En de Agro en Meet in Suriname Beurs 2019 is op woensdag 1 mei geopend op het KKF Beursterrein. Dit jaarlijks terugkerend evenement heeft als slagzin Buy Local, Brand Global. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij LVV, die als partner medebelast is met de organisatie, neemt ook deel aan de beurs. Het departement wordt door de onderdirectoraten Landbouw, Veeteelt, Visserij, Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking en Planning en Ontwikkeling vertegenwoordigd. Er wordt informatie verstrekt over onder andere de import en export van planten en plantdelen en over bestrijdingsmethoden van ziekten en plagen. Volgens Deepak Jairam, directeur van LVV, participeert het ministerie onder het thema agro-ondernemerschap, de economische kracht van Suriname. Samen met 800 stakeholders uit de diverse agrarische productie- en verwerkingssector vanaf heden. 1 mei 2019, een bijzondere dag voor de arbeiders, voor de 4 dagen van deze beurs. Deze samenwerking brengt op uiting de public-private partnership, de PPP, krachten van de regering en in het bijzonder van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Public-private partnership, oftewel public-private samenwerking, speelt een belangrijke rol in het ontwikkelingsproces van de agrarische sector. Jairam zegt verder dat tijdens deze beurs de samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven, particulieren, kennis- en onderwijsinstellingen en de maatschappelijke organisaties duidelijk te merken is. Deze moeten volgens Jairam juist samenwerken om het delen van kennis te bevorderen. Vaststaand feit is dat de een volledig afhankelijk is van de ander om te groeien, om vooruit te gaan. Door de onderlinge kennis, kunde en financieringsmogelijkheden met elkaar te delen, in een PPP kunnen risico's worden verkleind, invloeden worden vergroot en tegelijkertijd meer ontwikkelingsgerichte resultaten worden behaald. Dit model van samenwerken vindt dit jaar voor de 6e keer plaats tussen het ministerie van LVV en nu. Dames en heren, het ligt in de bedoeling om de samenwerking en zo de eenheid te versterken dat van groot belang is voor de groei van de Surinaamse agrarische sector. U hebt 4 dagen volop de gelegenheid van het ministerie van LVV om uw bedrijfsactiviteiten en bedrijfsproducten te etaleren en te promoten, ten einde de bekendheid ervan te vergroten bij het bezoekend publiek. U heeft de ruimte om hier een afzetmarkt te vinden of uw markt uit te breiden. Deepak Jairam, de directeur van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij LVV. Hij sprak afgelopen woensdag tijdens de opening van de Agro en Meet in Suriname Beurs 2019. De beurs duurt tot en met morgen, zaterdag 4 mei.